Hallo, fijn dat je er bent. Welkom op deze examentraining Engels voor VMBO GT MAVO. Ik ben juf Johanna en vandaag gaan we het hebben over het Centraal Examen Engels 2017, tijdvak 1, tekst 3, What's Good for the Cockerel. Als het goed is heb je een afdruk van het examen, zowel het boekje als het tekstboekje als het vragenboekje, zodat je aantekeningen kunt maken. Dan gaan we nu kijken, eerst even naar de tekst en dan naar de vragen. De tekst. Wat valt op aan deze tekst? Wat opvalt is een plaatje van een haan. En de titel is What's Good for the Cockerel. Nou, cockerel is een ander woord voor haan. Soms gebruiken ze rooster, maar cockerel is, of a cock is also gebruikt voor haan. En dan wat valt er verder op? Oké, ik zie hier staan cockle-doodle-doo. Dat is het Engels voor kukeleku. En dan before the civilized time of age. Dus before, dus hij heeft gekukeld voor 8 uur 's morgens. En dan kijk ik nog een beetje verder. Dan staat er de X-Factor. Is de naam van een tv-show waar hij naar verwijst. En dan zien we onderaan de Daily Telegraph. Dat is een krant in Groot-Brittannië. Oké, dan kijken we nu eventjes naar de vragen. Want dan weten we op wat voor manier we het moeten lezen. Moeten we het helemaal lezen of moeten we het scannen? Dat zie je als je de vraag weet. Wat wil de schrijver van deze tekst duidelijk maken? Hij vindt de maatregel die genomen is tegen een haan. Dus het gaat om een maatregel tegen een haan. Wat vindt hij daarvan? Die vindt hij creatief. Of compleet belachelijk. Helemaal terecht. Overdreven streng. Of verrassend effectief. Nou, dan moet je dus vooral elke keer naar het tweede woord kijken. Creatief, belachelijk, terecht, streng, effectief. Nou, dan zullen we toch moeten beginnen bovenaan te lezen. En te kijken of we op een gegeven moment zo'n kwalificatie, zo'n mening tegenkomen van hem. Tegenkomen wat hij ervan vindt. Dus ik ga terug naar de tekst. Ik begin bovenaan. By this morning, William the Cockerel's fate will be sealed. The bird from Eyam in Derbyshire has been served with an antisocial behavior order. Known as ASBO, antisocial, dus antisociale gedragbevel heeft hij gekregen. En dat dan wordt afgekort als ASBO. Not for any violent assault or binge drinking, but after a complaint was made by villagers about his early morning crowing. Deze zin die geeft aan waarom hij zo'n bevel gekregen heeft. En dat was dus niet vanwege drankmisbruik of vanwege een aanval, een geweldige aanval, maar vanwege his early morning crowing. Daarom heeft hij een bevel gekregen, een antisocial behavior order, ASBO. His owners, zijn eigenaren, Philip and Caroline Sutcliffe, were served with a noise abatement order by the local council. Banning William from uttering cockle-doodle-doo before the civilized time of 8 p.m. Zijn eigenaren die moesten ervoor zorgen dat hij niet voor 8 uur zou kukelen. Een noise abatement. Abatement betekent stoppen, eindigen. Dus een lawaai-eindig bevel. Een bevel zodat hij niet lawaai zou maken voor 8 uur 's morgens. The poor Sutcliffe, die arme familie Sutcliffe, the poor Sutcliffe, claim they have tried everything to keep their bird quiet, including keeping him in the dark and in a small space. Eviction seems the only option unless there is a last minute reprieve. And eviction betekent uitzetting. Uitzetting lijkt de enige mogelijkheid, want het lukt niet om hem stil te houden voor 8 uur. Hebben we tot nu toe iets gehoord over wat de schrijver ervan vindt van die maatregel? Van die ASBO, van dat bevel? Tot nu toe heeft hij alleen nog maar beschreven.
Dus als hij er al een mening over heeft, dan zit dat dus in dat laatste stuk. Hier kunnen we een mening vinden. Some people, betekent dat, some may think Derbyshire Dales District Council has acted severely. But I'm all in favor. Wat betekent all in favor? All in favor? Ik ben er helemaal voor. Als je dat niet weet, dan zou je dat... En hier zegt hij voor het eerst I. Dus dan zie je, dat is belangrijk dat je weet wat het is. Want dit hele stuk, de eerste drie alinea's, heeft hij nog helemaal niet gezegd wat hij ervan vindt. En nou, dit is de eerste zin waarin hij zegt I. En je moet op zoek naar zijn mening. Dus als je niet weet wat I betekent, I am all in favor, dan moet je dat opzoeken. En favor, daar kom je dan nog gauw achter. Dat betekent voor. Je bent ervoor. I'm all in favor. Dus dat zal ik er even bij schrijven. Een ander kleurtje. Ik ben ervoor. Waar is hij dus voor? Voor dat bevel. Dus maatregel die genomen is, is hij voor. My early mornings and nights are regularly disturbed by workers relaying gas pipes in our street or well-refreshed locals spontaneously auditioning for the X Factor outside my window. But most irritating of all are the neighborhood foxes. So I will be sending a request to my council to slap an ASBO on our local fantastic Miss Fox and his noisy pals, citing Derbyshire versus William as a test case. See you in court, Renard. Okay. So, het kan zijn dat dat niet meteen helemaal duidelijk is wat die man nou eigenlijk vindt. Hij zegt eerst, ik ben ervoor dat ze dat bevel doen. En dan gaat hij uitleggen waarom. My early mornings and nights are regularly disturbed. Mijn vroege ochtenden en mijn nachten zijn vaak verstoord by workers relaying gas pipe in our street. Dus arbeiders die de gaspijp in de straat opnieuw leggen. Or well-refreshed locals spontaneously auditioning for the X Factor outside my window. Dus mensen die, lokale mensen die spontaan voor de X Factor gaan auditie gaan doen voor zijn raam, wat hij 's morgens wakker van. But most irritating of all, het allerirritantst vindt hij nog wel, The neighborhood foxes. Nou, dan moet je weten dat in een stad zoals bijvoorbeeld Londen, maar ook in andere steden in Groot-Brittannië, wonen de vossen, net als wilde katten, gewoon in de stad. En die komen dus 's nachts in de mensen hun achtertuin. En die stoten vuilnisbakken om op zoek naar eten. Dus het maakt soms een enorme herrie. En dat vindt hij dus nog het irritantst, die vossen. En dan zegt hij daarna, so I will be sending a request, ik zal een verzoek sturen, to my council, naar mijn gemeenteraad, to slap an ASBO. Slap wil slaan. Iemand met zo'n bevel om de oren slaan. Slap an ASBO. En op wie wil die dat dan slaan? Slap an ASBO on our local fantastic Mr. Fox. Zij wil dat die Mr. Fox, dat die vossen, zo'n bevel krijgen. En his noisy pals en zijn lawaaierige vriendjes. Is dat mogelijk om Mr. Fox, zo'n wild dier in de stad, om die een bevel te geven? Kan helemaal niet, hè? Een haan, die is natuurlijk in iemands achtertuin, die is van iemand. Maar die vossen, die lopen daar gewoon wild rond. Dus dit kan gewoon helemaal niet. Hij zit gewoon de draak te steken ermee. En als je dat vermoeden dan al hebt, dan kan je verder lezen en dan zie je daarin bevestigd. Want dan zegt hij, citing Derbyshire versus William. Dit wil zeggen dat is die rechtszaak die boven genoemd wordt. Ja, dus dat de gemeenteraad dat bevel aan William de Haan heeft gegeven. Aan de eigenaar van William de Haan. Die zegt, nou dat moeten ze dan ook maar doen bij die vos. En as a test. En dan haalt hij dat aan als een testcase. Om te laten zien van, zie je hoe succesvol dat kan zijn. En dan zegt hij, see you in court, Renard. En Renard, in Nederlands kennen we het verhaal van de vos Reinaard. Dus een oud middeleeuws verhaal. En de hoofdpersoon is een vos en die heet Reinaard. En dat is eigenlijk niet alleen een Nederlands verhaal, maar een heel Europees verhaal. In alle landen in Europa kennen ze dat. En in het Engels heet het dan Renard.
See you in court, Renard. Dus hij zegt, zie, hij praat eigenlijk tegen die vos. Nou, dat is natuurlijk gekkigheid, dat kan helemaal niet. Dus dan kijken we nu terug naar de vraag. Ga ik de vragen weer oproepen. Vraag 3. Wat wil de schrijver van deze tekst duidelijk maken? Hij vindt de maatregel die genomen is tegen een haan eigenlijk. Creatief heeft hij niks over gezegd. Dus die is het alvast niet. Compleet belachelijk. Nou, dat zou kunnen, hè? Want hij steekt er helemaal de draad mee. Dus die laten we even open. En helemaal terecht. Ja, hij vindt het, hij zegt wel, ik ben er helemaal voor, maar dat zegt hij om als inleiding voor de draak, voor dat draaksteken. Daar zegt hij niet dat hij dat echt neemt. Dus die is het ook niet. Overdreven streng. Nou, dat vindt hij misschien wel, maar hij zegt eigenlijk in de tekst andere mensen. Some may think Derbyshire Dales District Council has acted severely. Sommigen vinden dat misschien te streng. Maar hij zegt niet dat hij dat zelf vindt. En verrassend effectief. Hij heeft het helemaal niet over of het werkt of niet, of het effectief is of niet. Dus die is het ook niet. En dan hou je B over. Compleet belachelijk. Hij steekt er helemaal de draak mee. Dus het antwoord is B. Compleet belachelijk. Nu wil ik eigenlijk blauw maken. Kijk zo. Ja. Het goede antwoord is B. En dat was het voor tekst 3. Bedankt voor het meedoen. En tot het volgende filmpje. Dag.